Het is een droevige dag vandaag op de autorij, want het is Ladies Day. En als iets wel geen combinatie is, dan zijn dat vrouwen en auto's. Behalve als ze naakt op de motorkap liggen natuurlijk, maar dat gebeurt hier niet. Een achterlijke combinatie dus, en dat ga ik die dames eens vertellen ook. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben bellen aan het blazen. Waarom? Ja, ik vond het zo gezellig. We hebben alles gezellig? Met gras. Dit is de autorij. Ja, maar het niet is wel gezellig. Het is Ladies Day. Ja, dat moet ook niet. Nee, ja, dat is jouw mening. Wat doet u hier op de autorij? Kijken of ik een leuke auto kan vinden. Wat zoekt u? Weet ik nog niet. Kan u rijden dan? Leuk hè mevrouw, al die auto's. Hartstikke leuk. U komt gewoon naar de autorij om uw haar te laten doen. Ja, super. Is het echt waar? Ja, echt waar. Nee, gewoon. Ik ben niet gewoon, maar dit is mooi meegenomen. Maar wat komt u hier doen dan? Hallo. Hallo. Wat zet jouw haar leuk? Dankjewel. Ja. Hoe doe jij dat nou? Is dat met krultang? Oh, nee, dat is gewoon standaard. Dat is van jezelf? Ja. De kleur is ook van jezelf? Ja, ook helemaal van mezelf. Gaatje, dat zit leuk hoor, bij jou. Ja, mooie krulletjes hier. Leuk jasje ook trouwens. Speciaal hè, de mini. Oh ja, mini. Ja, even inzoomen natuurlijk. Ja. Wat vind je dan van die ladiesbak dan? Er is toch niks mis mee? Nee, daar vind ik ook niks mis mee. Die mag er ook staan, maar jij niet. Ik mag hier niet staan. Met je bellen. Met mijn bellen niet. Zo, dat is een zin die ik niet vaak hoor. Oké, dames, jullie hebben twee keuzes. Okay. Gewone kleren uit en op de motorkap of naar huis? Welke auto wordt het? Die? Naar huis. Oh, welke auto wordt het dan wel? De Bugatti V12. Ga mee? Nee, ik moet werken. Misschien na werktijd. Jullie hebben een voordelige plek hè, hier tussen die koeien. Lekker hè? Kleed lekker af. Er wordt als een koe opgemaakt hier. Maar moet u niet koken? Nee, vanavond niet. Nee. Boodschappen doen? Of nee. Andere keer weer. Schoonmaken? Ook niet. Hij is niet van deze eeuw hoor. Nee. Ik geloof het ook niet hè. Nee? Nee, je bent niet van deze eeuw. Het is toch meer een manneninteresse, auto's. Ja, ladies, vind je ook niet? Ja, ik vind van wel. Ladies Day op de autorij, dat is net zoiets als een mannenday op de huishoudbeurs of zo. Nou, precies. Dat vind ik nou ook. Ja, werkt toch niet helemaal. Ga eens naar huis dan. Ja, nee, ik werk hier. Kijk, dan is het anders. Wij zijn voor de decoratie van de auto's. En je zit net... Jij bent decoratie. Wij zijn voor het eerst dat ze het zelf toegeven, vrouw. Ik geef het zelf decoratie. Toe. Ik ben decoratie. Weet jij hoe die motorbak open gaat, bijvoorbeeld? Wil je weten hoe deze wagen is opgevoerd? Nee, weet jij hoe die motorbak open gaat? 50 euro per jaar. Zal ik je even vertellen? Jij bent geen lady, jij bent omgebouwd. Ja, dus ik wil maar even bewijzen dat er ook een uitzondering is die de regel kan bevestigen. Als jij een echte lady bent dan? Ja, dat ik al niet meer geloof. Oh, dan moet ik dat weer bewijzen natuurlijk. Nou, maar eens zien dan. Dat doen we even als de camera uit is. Oké, nou dan kan ik ook wel mijn leven. Okay. Uit. En nog even teruggekomen bij de mini-stand, want even kijken, jouw haar zit leuk, hè? Ja. Nou, jouw haar zit ook heel leuk. Nou, dankjewel. Jullie zijn tweeling. Ja, klopt, ja. Nou, ik blijf er nog steeds bij. Vrouwen horen niet op de autorij, maar bij mij thuis. Oh.